Hallie. Goedemorgen, Wil. Ja, daar zijn we. Het is toch gelukt. Ja, ik kan jou heel goed horen steeds, maar ja. Jij hoort mij niet. Techniek, ik zeg altijd, techniek zijn soms rare dingen. Daar krijg je rare dingen mee. Maar goed, we zijn er. Ja, oké, prima. En de reden dat we jou hebben uitgenodigd is vanwege de laatste verschenen single met gesloten ogen dansen. En de, een paar weken terug was je nog de troetelaar hier van het programma Delsblauw. Ja, dat vond ik hartstikke leuk. Daar wil ik je nog even voor bedanken. En inderdaad, mijn nieuwe single is Met gesloten ogen dansen. Ja. En het is een heel vrolijk nummer geworden. Ja. Heb je dat ooit gedaan met gesloten ogen dansen? Nou, Wil, lijkt me niet verstandig. Dat lijkt, nee, ik durf het ook niet, eerlijk gezegd. Lijkt me heel spannend. Nee, maar we moeten het proberen. Ja, het is al zo, hè? Want als je dan vroeger op een gegeven moment een meisje danste, ja, natuurlijk, je ogen die waren niet groot genoeg om een meisje aan te kijken, natuurlijk. Ja, dat denk ik ook. Ja, dan moet je je ogen echt niet dicht doen. Nee, maar goed, wie heeft de tekst geschreven van dit nummer? De tekst is wederom geschreven door Ad van Hoorn. Ja. En dat is hem weer heel goed gelukt, moet ik eerlijk zeggen. Ja. Want ik zelf vind het een hele leuke tekst. Ja. Ik draaide zojuist nog een fragment van In de toekomst kijken kan ik niet. Dat was de voorloper van deze single, of niet? Ja, dat klopt helemaal. Want dat was inderdaad de eerste single en die is ook geschreven door Ad van Hoorn. Dus nou, die heeft het ook heel goed gedaan. Ja. En dus we zijn nu weer volop bezig met deze tweede. Ja. Maar jij hebt al ooit samengewerkt met het platenmaatschappij Telstar, of niet? Ja, ook dat klopt. En dat is wel heel lang geleden. Maar even kijken. We hebben samen met mijn broer heb ik ooit een duo gevormd. Dat was in die tijd Marga en Roy. Ja. En hebben inderdaad wat singeltjes opgenomen bij Telstar. Ja, dat is een hele tijd geleden. Dat is heel lang geleden. Ja, ja, klopt. Ja. Nu hebben we de samenwerking met Ad van Hoorn. Ad van Hoorn is toch ook al iemand die loopt al heel ontzettend lang mee in de muziek. Ja, die heeft echt zijn sporen al verdiend. Ik denk dat hij wel zeker 50 jaar al in het vak zit. Ja. En nog steeds. Ja. Hij is nog steeds actief, dus dat is wel heel mooi. Ja. Terry West heeft het muzikaal gedeelte van zijn rekening genomen. Klopt ook weer. Je hebt je huiswerk goed gedaan. Dat is zeker de muziek van Terry West en die maakt er altijd heel iets speciaals van, vind ik. Ja. En dat bevalt me ontzettend goed. Ja. En dan moet ik toch ook even melden, want anders komt het niet goed, dat alles natuurlijk opgenomen is in de JRS-studio in Coevorde. Ja, ik zie de single, ik heb hem op zoveel voorbij zien komen. Ik denk dat je niet mag mopperen. Nee, ik mag ook niet mopperen. Het loopt ontzettend goed en we krijgen ook heel veel reacties en daar ben ik ontzettend blij mee. Maar het is alleen zo jammer dat we niet op kunnen treden. Dat nee. We het naar buiten kunnen brengen. Dat vind ik zo jammer. Ja. Maar nee, hij loopt inderdaad heel erg goed. Ja, want je zou er, maar ja, het is hetzelfde voor al jouw collega's natuurlijk. Je zou er een mooie percentage kunnen geven, maar ja, dat lukt niet. Nee, dat lukt niet. En dat is heel erg frustrerend. Dat zou ik heel graag willen. Want je hebt een mooie single en dan wil je hem ook laten horen en laten zien wat je kunt. En ja. Dat kan nu niet. En dat is echt heel jammer. Maar daarom hebben wij er wel een hele mooie clip bij opgenomen. Ja. En die is te zien op YouTube natuurlijk. Ja. Dus iedereen even kijken. Waar is die clip opgenomen, als ik vragen mag? Die is opgenomen in Gassel ten Nijenveen. En dat ligt hier iets boven in Drenthe. Ja. En dat was een prachtige locatie. Dat was echt een hele mooie locatie. Het was schitterend weer. Dus we hebben dat heel goed gedaan. Ja. Waar heb je toch die mooie, heldere stem vandaan, Adi? Ja, dat weet ik niet. Die heb ik nou ineens. Die heb ik gewoon. En daar ben ik ook blij mee. Maar ja, dat weet ik niet. Die is van mezelf. Is dat moeder natuur? Ja, dat denk ik wel. Ja, dat is altijd nog zo geweest. En het blijft ook mooi. Dus daar ben ik wel heel dankbaar voor. Ja. Maar we gaan ongetwijfeld nog meer horen van jou. Want hier bij deze single blijft het niet.
dat denk ik ook niet. Het kriebelt alweer een beetje, dus we zitten alweer na te denken wat de volgende moet worden. Ja. Dus je hoort ongetwijfeld nog meer van ons. Ja. En je vakantie zit erop? Nee, de vakantie zit er nog niet op. Wij hebben zelf een caravan ergens staan en we gaan zo meteen weer terug. Ik ben even naar huis gegaan voor dit interview en even wat boodschapjes. Maar nu gaan we weer lekker naar de camping en volop genieten. Ook al is het niet super mooi weer, maar wij maken er gewoon heel leuke vakantie van. En dan lekker dansen met gesloten ogen. Ik ga het wel proberen, stiekem. Waar kunnen de luisteraars die meer willen weten over jou, waar kunnen ze meer informatie vinden? Ze kunnen alles vinden op Facebook. Daar heb ik een eigen site en die heet Zangeres Ali. En daar kunnen ze het op vinden. Nou. Nogmaals, de clip is erg leuk om even te zien op YouTube. Dus ik zou zeggen, als u zich verveelt... Ga kijken. En jij gaat nog lekker weer genieten. Je gaat nog lekker terug naar de camping toe. Maar je gaat eerst even voor onszelf de single aankondigen. Oké, dat ga ik doen. En maar niet voordat ik jou eerst heel erg bedankt heb. Want je hebt de hele week je single gedraaid. En daar ben ik hartstikke blij mee. Dank je wel, Wil. Graag gedaan. En dan, lieve luisteraars, hier komt mijn allernieuwste single. Met gesloten ogen dansen. En ik zeg, ga lekker genieten, hè, van het leven. Dat moet je doen. Zeker doen, jij ook. Doei. Jij ook, bedankt. Dag.